Ja, Thomas, is een derby winnen dan extra lekker? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. In de bus hierheen zijn we op 4 plekken volgens mij toegezongen met vuurwerk en alles. En dan weet je dat het enorm leeft bij de mensen. En dan is zo'n wedstrijd winnen, waarvan het een bijzondere wedstrijd is voor iedereen die Quick Boys een warm hart toedraagt, is heel, heel lekker. En wat wedstrijd had je eigenlijk op voorhand verwacht na die vorige editie? Een beetje de wedstrijd zoals die verliep. Dus wij proberen natuurlijk van achteruit, door middel van positiespel, vaak korte passes, tot voetballen te komen. Katwijk is een ploeg dat graag druk zet en daar ook goed in is. Aan de bal, net als wij, aanvallend zijn, alleen op een iets andere manier. Iets sneller diep, iets sneller voorwaarts. Dat ontvouwde zich wel aardig. Ik was benieuwd of Katwijk de bereidheid had om volledig door te dekken. Dat deden ze niet, waardoor we, vond ik, in de eerste helft best wel tot ons positiespel kwamen. Vanuit kantwissels gevaarlijk werden. Dat hadden we vaker kunnen en moeten doen. Dan hadden we ook tot grote kansen kunnen komen. Dat bleef nu uit. Ik denk dat voorrust misschien het betere van het spel voor ons was. Maar de grootste kans, die kopbal, was denk ik voor Katwijk. Nou, na rust denk ik dat we uiteindelijk goed op 0-1 komen. En daarna was er een fase van een minuut of 10. Waarin ik het best wel wankel vond bij ons. Zonder dat ze echt grote kansen kregen. Maar wel hachelijke momenten. Zat hachelijke momenten. Uiteindelijk kozen we voor een wijziging van formatie. Ja, en daarna heeft Guus nog een bal van de lijn gehaald. En dat moeten we niet vergeten. Dat was de 1-1 geweest. Maar ik denk eigenlijk in de fase daarna verzuimen we eigenlijk om de 0-2 te maken. In de omschakeling. Dus ik ben er blij mee dat we ook dat element in ons palet hebben. Aan het einde natuurlijk best wel veel gevaarlijke kansen over en weer. Ik zo begrijp dat jij die laatste fase met de nodige spanning hebt bekeken. Zeker, zeker. Toen we uiteindelijk hadden gekozen wat te doen. Toen zij voor het laatst hadden gewisseld, wij. Toen we wisten hoe de spelers tegenover elkaar op het veld stonden. Ja, dan weet je dat er ook niet heel veel meer te schuiven of te doen valt. In die laatste 10 minuten heb ik me wel laten meevoeren in de emotie. Dat gebeurt niet vaak, maar vandaag was dat zeker zo. Wat voor gevoel gaat er nu door je heen? Ja, dat was je eerste vraag ongeveer ook al. En nu ook deze. Blijdschap, trots. Ik begreep dat het 20, 25, 30 jaar geleden is dat Quick Boys 2 keer in het seizoen van Katwijk wist te winnen. Dus dat is iets bijzonders. En daar moeten we blij mee zijn en vieren. En 0-1, uiteindelijk een terechte uitslag gezien het wedstrijdbeeld? Ik denk van wel. Goed, wij maken de eerste goal en vanaf dat moment is de wedstrijd eigenlijk van ons. Dus ik denk over 90 minuten gezien dat we het grootste spelaandeel hebben gehad. En zeker met de eindfase meegerekend ook de meeste grote kansen. Ik denk dat het terecht is, maar de trainer van Katwijk zal er vast en zeker anders over denken.